God, ik bezin uw machtige. Parshat Ekev deze week. En in Parshat Ekev wordt voor de vierde keer in de Torah gesproken over de mitzwa van tefillin, van de tefillin leggen. En daarom lijkt het me nuttig om te laten zien hoe dat eigenlijk moet en aandacht te besteden aan de eventuele vergissingen die men zou kunnen begaan bij het leggen van tefillin. Hoewel het niet noodzakelijk is, of al vrij algemeen, om het horloge even uit te doen. En dan nemen we het huisje van de hand. En leggen dat huisje op de biceps, zeg maar op de spierbal. En dat iets naar het hart toegetrokken. En dan zegt men de bracha. Baruch ata Hashem, Elokei Melech Haolam, Asher Kidshanu Tzivtav Tzivanu Lahaniach Tefillin. Men gaat buitenom, via de holte van de elleboog. En men komt op de onderarm en die wordt 7 keer omwonden. Dan houdt men op deze manier de tefillin even tussen duim en wijsvinger vast. En we nemen het andere huisje, Bayit. Dat komt op het hoofd te liggen. Deze knoop komt in de nek en het huisje op het hoofd. Niet op het voorhoofd, maar op het hoofd, daar waar het haar begint of eens begon. Vanaf daar en verder naar boven, tot de fontanel. Altijd ervoor zorgen dat de keppel niet tussen de riem en het hoofd zit. Dan wordt de middelvinger 3 maal omwonden. 2 maal om het eerste vingerkootje. 1 maal om het tweede vingerkootje. En daarna tussen die 2 andere vingers door, op deze manier, naar de duim. En dan wordt de rest van de riem op deze manier gebonden. En dan vinden we hier de letter Shin. En in de nek is het een Dalet. En hier is het een Yud. En Shin Dalet Yud, dat is de naam, een van de namen van Hashem. Dus de rest van de band wordt op deze manier opgewonden. En dan onder de hand op deze manier vastgezet. Men zorgt ervoor dat de riemen met de zwarte kant naar buiten staan en moet dan ook even controleren of het huisje wel in het midden zit. Nou, daar kan je een spiegeltje voor gebruiken, die heb ik hier niet bij de hand, maar ik kan het waarschijnlijk ook zo doen door even met mijn vingers via de rechterneus naar boven te gaan. En ik dacht wel dat dat dan goed in het midden zit. En het minimum wat we uitspreken als we tefillin hebben gelegd, dat is die zin van Shema Yisrael. Wat ik even overgeslagen heb, dat is de bracha die sommigen wel en sommigen niet maken bij het leggen van de tefillin op het hoofd. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kidshanu Tzivtav Tzivanu Al Mitzvat Tefillin, Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Va'ed. En dan wordt ze eigenlijk verder dat allemaal zo op deze manier geregeld. En wat ik net zei, dat is het minimum wat men uitspreekt, zijn die eerste 2 regels van Shema.
Dus iemand die er niet aan toekomt of er nog niet aan toegekomen is om inderdaad meer te zeggen, geen gelegenheid om naar school te gaan en ook nog niet aan toe is om het hele chagrijn het ochtendgebed uit te spreken, vanaf dat de zon gaat schijnen tot zonsondergang, dat is de tijd dat de vinding gelegd kan worden. Dus op dat ogenblik kan dat gebeuren tot een uur, bijna tot 10 uur s'avonds. Dus in de winter moet het ermee, ik zeg het, de vroegste tijd dat het dan gelegd moet zijn, is ongeveer 4:15. Maar nogmaals, als je dat 's morgens iets hebt kunnen doen, dan kan het in de rest van een behoorlijk deel van de rest van de dag alsnog. En dus nogmaals, dan spreekt men het Shema Yisrael uit. Waar dus extra op gelet moet worden, dus hier op de spierbal iets naar het hart toegetrokken. Niet te laag, het er altijd een vingerbreedte, 2 vingerbreedte is tussen de elleboogholte en het huisje. Op het hoofd, dus niet op het hoofd, op de voorhoofd, maar daarboven. En hier ligt de knoop op het hellinkje, net boven de holte hier van de nek. En dat dat zo is, dat ga ik u nu verder uitleggen. Maar we gaan eerst even je tefillin weer uitdoen. En dat doen we precies in de omgekeerde volgorde van zoals we het hebben gelegd. Dus eerst wordt de hand losgemaakt. Dan wordt het huisje van het hoofd afgedaan. En daarna die tefillin van de arm. En straks zal ik dat dan netjes oprollen. Maar dat is niet halachisch werkelijk hoe dat het zo zou moeten. En als iemand zegt ik doe het op een andere manier, dan kan dat ook. Ja. En ik heb net gezegd, je moet goed opletten waar die tefillin wel komen te liggen en waar ze niet komen te liggen. En dan laat ik u iets zien. Ik laat u een prent zien. En u ziet hier een rode pijl. En de tefillin van het hoofd mogen niet meer naar beneden hangen. Maar ze mogen ook niet te ver komen. En dat is deze pijl. En in de nek staat hier aangegeven waar die moet liggen. Niet te hoog en niet te laag. Maar wat u er verder bij ziet is dat de tefillin hier op het hoofd, deze lijn, dat komt precies overeen met het oor. En de lijn van de knoop in de nek, dat komt precies overeen met de hoogte van het oog. En wat hier dus nu blijkt, en dat vertel ik u van een artikel. Eigenlijk, het Chinese Journal of Medicine, daar gaat het over acupunctuur. En wat hebben ze nou ontdekt? Dat de plekken waar men, die men gebruikt bij acupunctuur, dat zijn precies diezelfde plekken waar wij onze tefillin leggen. Om spiritueel sterker te worden en onze gedachten te reinigen. Dus de naalden waar bij acupunctuur dat wordt aangebracht, komt precies overeen met de plekken op het hoofd, op de arm, tussen de vingers, zoals wij dat bij de tefillin doen. En dat blad, dus van de Chinese medici, die spreken hun verbazing uit over het feit dat deze twee, ik mag zeggen, activiteiten, dat die zo bijzonder met elkaar overeenkomen.
Dus het mogen wel dat voor iedereen inspirerend zijn om dagelijks, behalve op Shabbat en Yom Tov, dagelijks de tefillin te leggen. En er wordt op nog andere manieren wordt er uitgelegd hoe belangrijk deze mitzwa wel is. En het zal God bewaar niet zijn dat de man deze wereld verlaat, een Joodse man, en dat hij nooit tefillin gelegd zou hebben. In een boekje van Arje Kaplan, bekende schrijver, en als hij dan heel uitgebreid spreekt over de mitzwa van tefillin, en dan zegt diegene op een moment, nou ja, dat is misschien wel erg mooi, maar de meisjes en de vrouwen die over de tefillin horen spreken, en die vragen zich af, en wat wij dan? Hoe zit het met ons? Want dames leggen geen tefillin. Ja, dames zouden tefillin mogen leggen. Maar vertelt dat de dochters van Rashi ook tefillin hebben gelegd. Dat wil zeggen, een mitzwa komt dan het woord tzavta onder andere, gebod. Maar tzavta betekent verbinding. Door een mitzwa verbind je je met Hashem. En dan is eigenlijk elke mitzwa die erbij komt, is mooi meegenomen. Want dan wordt die verbinding kwalitatief en kwantitatief steeds sterker en dieper. En dan is het begrijpelijk dat een vrouw zegt, nou, dan wil ik ook de mitzwa van een talit vervullen. En wil ik ook de mitzwa van tefillin vervullen. Hoewel ik als vrouw, zullen we zeggen, daar niet toe verplicht ben. Als mij dat gevraagd wordt, dat wordt mij wel gevraagd, wat antwoord ik daarop? En zeker als ze dan gezegd, ja, de dochters van Rashi hebben ook talit en tefillin aangedaan, waarom ik dan niet? Als inderdaad de intentie bij de vrouw is, dat ze door middel van deze handelingen meer met Hashem verbonden wil zijn. Prachtig, prachtig. Maar dan moet zo'n vrouw zich afvragen. Heb ik een koosjere huishouding? Hou ik de Shabbat zoals Hashem heeft opgedragen over de Shabbat moeten houden? Als het om een getrouwde vrouw gaat, ga ik naar het mikwe zoals dat door God te kennen gegeven is? Als ik al die dingen doe en op die manier steeds met Hashem in verbinding ben en niet door het niet te doen juist mij verwijder van Hashem, dan, oké, doe dan nog de talit en de tefillin erbij, om nog meer met God verbonden te zijn. Maar wanneer een vrouw nog niet aan deze eisen voldoet, dan is het, nee, dan hoort ze geen talit aan te doen en dan hoort ze geen tefillin te leggen. Maar natuurlijk, dat kan een vrouw en dat kunnen meisjes wel vragen. Maar waarom is anders die mitzwa niet gegeven? Dat had toch ook gekund? En dan antwoordt Rabijn Kaplan. En hij zegt, wat ik net al zei ook. Dus door een middel van de mitzwa verbinden we ons met Hashem. Dus als het ware, we imitatie ideeën, we willen als het ware lijken op Hashem. Hashem is de schepper. En de vrouw is in bepaald opzicht vergelijkbaar met Hashem. Alleen een vrouw is in staat om leven te scheppen. Om leven op de wereld te brengen. En als we deze huisjes, ik zeg ook huisjes, in de vrienden, hele bayit huis, dan is de vrouw ishto zo bito. Bito zo ishto. De vrouw wordt gezien als het huis van de man, het huis van het gezin, waar de kinderen opgroeien. En zo zegt Rav Kaplan, je zou kunnen zeggen dat het Joodse huis, dat zijn de tefillin van de Joodse vrouw. We hebben in het Jodendom, ik heb het elders genoemd in Baderg, als een ellips met twee brandpunten. Dat is de shul, de synagoge, en het is het Joodse huis. We zien dat in shul inderdaad de man meer centraal staat. Maar een andere brandpunt van de ellips van het Jodendom, dat is waar de vrouw meer in het brandpunt staat. En als Moshe van God de opdracht krijgt om de
Torah aan het volk te vertellen. Ko tamar leweet Jacob. Vitageet leweetjes. Lewevnei Israël. Zo zul je eerst tot de vrouwen spreken. Daarna pas tot de mannen. Het Joodse huis wordt eerst gevormd door de vrouw. En daarna kan de man ook zijn bijdrage leveren. Dus dat is een van de antwoorden op de vraag van hoe mannen met tefillin omgaan en hoe vrouwen met de mitzwa van tefillin omgaan. Ekef, Parshat Ekef. Ekef tishmu'un. Ekef is een hiel. En we leven in de tijd van Ekefse, de Mashiach. Als het ware de hiel voetstappen van de Mashiach. En Ekef tishmu'un. Als we inderdaad luisteren naar al die wetten, zoals in het begin van de Sidra van deze Shabbat wordt genoemd, en Moshe ook verder pleit, heb God lief en heb ontzag voor God. En spreek mea brachot, 100 brachot per dag uit. En dat hele, ja, het complete pakket, het voorrecht om het Jodendom te beleven. Ekef, dan in de hiels toestand van de wereld waarin wij ons nu bevinden, tishmu'un, dan zullen jullie horen dat de Mashiach is gekomen, dat de wereld is gered en dat in de wereld dus de werkelijke, volledige Shabbat Shalom toestand is aangebroken. Spoedig in onze dagen. Het is tijd dat u ons redt. Het is tijd dat u ons redt. Uit ballingschap in Gajoet verbannen lang. Geest en ziel Jeruzalem, klinkt daar spoedig ons gezang. Ja, Rimbam, oh.